Hoe kun je jezelf een gezichtsmassage geven? Ik geef de Japans therapeutische gezichtsmassage. Dat is een massage van 1 uur en 15 minuten. En dat is een massage die heel diep gaat, die hele diepe ontspanning geeft en die ook een natuurlijke verjonging geeft van het gezicht. En natuurlijk is het anders als een ander jou een massage geeft. Maar het goede nieuws is dat je ook jezelf een gezichtsmassage kunt geven. Een korte gezichtsmassage die ook zorgt voor een stuk ontspanning. Omdat als je liefdevol je gezicht aanraakt, dan gebeurt er iets met je hersenzenuwen, waardoor je lichaam in een staat van ontspanning komt. En die gezichtsmassage die je jezelf kan geven, geeft ook een natuurlijke verjonging van het gezicht. Zeker als je hem elke dag doet. Dan maakt dat rimpeltjes minder uitgesproken. Dan geeft dat een natuurlijke facelift. Geeft het een betere doorbloeding van je gezicht. En het geeft ook een afvoer van je afvalstoffen in het gezicht. Van het gezicht. En ja, ik zal nu uit gaan leggen hoe de massage gaat als je hem bij jezelf doet. Dus eerst verbeter je de doorbloeding van je gezicht door een stimulatie te geven van de bloedflow naar je gezicht. En dat doe je op deze wijze. Je, met je handpalmen strijk je naar beneden en daarmee activeer je de bloedflow. Dus dat doe je een keer of 10. Dan doe je je handen zo en dan klop je op deze manier op je onderkaak. Met een losse pols. Dus vanaf je kin naar de punten van je kaak en weer terug. Doe je dat 2 keer. Dus van je kin zo en weer terug en dan nog een keer zo en weer terug. Deze beweging. Dan doe je je wijsvingers zo en dan maak je deze beweging over het gebied onder je onderlip. Dus je doet zo en trekt weer terug en dan zo. Dus je doet zigzag, doe je 10 keer. Tien keer. Dan breng je je middelvingers hier in de middenlijn onder je onderlip. En dan, terwijl je ook drukt, strijk je al drukkend naar de buitenkant en dan omhoog naar je jukbeen en dan weer naar de buitenkant. Dus zo naar de buitenkant, omhoog en zo naar de buitenkant. En dat doe je ook 10 keer. Je ziet al dat mijn wangen roder worden, dat de doorbloeding beter wordt. En dit geeft ook een natuurlijke facelift. Dan doe je het begin van je handpalm. Zet je zo op je onderkaak en dan beweeg je ook al drukkend naar boven en dan naar opzij. Naar boven. En naar opzij. En dat doe je ook 10 keer. Ook dat geeft een natuurlijke facelift en betere doorbloeding. Dus dat doe je 10 keer. Dan zet je je middelvingers onder je ogen op het bot, op het jukbeen onder je ogen. En maak je een beetje lichtdrukkend cirkels zo naar binnen, naar buiten. Zo, dat doe je 4 keer. Dan zet je je vingertoppen van je wijsvingers op het bot in het midden onder je oog. En daar oefen je een lichte druk uit, heel licht. Misschien kun je, als je dat doet, de pulsatie van je bloed in je vingertoppen voelen. En dat stimuleert een belangrijk
energiepunt, acupunctuurpunt in je gezicht. Dat doe je ongeveer 10 tellen. Ik voel dan zelf het kloppen van het bloed in mijn vingertop. En dan wacht ik op 10 pulsaties van het kloppen in mijn vingertop. Dan laat ik dat voorzichtig los en dan pak ik het punt aan de binnenkant van mijn ogen. Dus naast de binnenpunt van mijn ogen. En ook daar houd ik die vingers dan 10 tellen vast. Dan het punt boven mijn wenkbrauwen in het midden. Ook dat houd ik 10 tellen vast. En dan het punt aan de zijkant, op het bot aan de zijkant van mijn ogen. En ook dat houd ik 10 tellen vast. Laat ik een beetje meeveren met het pulseren van mijn bloedstroom. Dan zet ik mijn vingers niet op de middellijn, maar een heel klein stukje ernaast. Het is ook een belangrijk acupunctuurpunt voor de afvoer van je gal en ook van je nieren. En dat houd je 10 tellen vast. En dan nog een punt net een stukje daarnaast. En dat houd je ook 10 tellen zo vast. Dan zet je je duimen aan de zijkant van je hoofd en je wijsvingers breng je naar de binnenkant van je wenkbrauw. En dan strijk je flink drukkend over je wenkbrauw. Zo, naar de zijkant. En dat doe je 4 keer. Dan masseer je je oorschelpen, dus met een soort zo'n draaiende beweging. Van beneden, draaiende, knijpende beweging. Van beneden naar boven en weer terug. En dat doe je 2 keer. En dan stimuleer je alle acupunctuurpunten van je hele lichaam. En dan strijk je je oren af. En dan zet je je middel of je wijsvingers zo. En dan ga je weer, net zoals je dat bij je onderkin deed, ga je weer deze beweging maken. Zo en dan zo. Van beneden naar boven. En dan ga je hier weer van boven naar beneden een stukje daarnaast. En dan weer zo. Dus zo doe je de ene kant van je voorhoofd. Dan kun je flinke druk uitoefenen. Dus flinke druk terwijl je dat doet. En ook aan de andere kant doe je dat. Het is ook heel fijn om je gedachten minder uitgesproken te maken. Dat geeft echt rust ook aan de gedachten en aan je mind. En dan komt de afvoer van de afvalstoffen. En dat gaat via de lymfevaten. En de lymfevaten zijn heel dun. Dus als je dan te veel druk uitoefent, druk je ze dicht. Dus het is belangrijk, je zet je vingers zo op je voorhoofd, zo. En dan ga je een hele lichte druk uitoefenen, heel licht, net iets naar binnen in de huid. En dan ga je een hele langzame beweging maken. Want die lymfevaten zijn dun en als je te snel gaat, druk je ze dicht en kan de lymfe die de afvalstoffen af moet voeren, jou niet meer volgen, jouw vingers. Dus dat doe je heel langzaam, helemaal tot je onderkaak. En om hier ook de afvalstoffen af te voeren, zet je ook hier je vingers en beweeg je heel zachtjes, met zachte druk, heel langzaam naar beneden. En dat doe je 2 keer. Dus nog een keer. Zo, heel langzaam. En dan nog een keer. Zo, heel langzaam. En dan zet je je handen zo, dus eigenlijk hier en aan de andere kant hier. En met diezelfde hele lichte druk voer je dan de afvalstoffen nog verder af. Met lichte druk en langzaam
tot aan boven het sleutelbeen. En daar kunnen de afvalstoffen in de aders komen die het verder afvoeren. En dan worden de afvalstoffen door de nieren afgevoerd. En dat doe je dan ook nog een tweede keer. En dan kun je je behaarde hoofdhuid nog masseren. Ik vind het heel fijn om zo kommetjes te maken van mijn handen. En om dan dit te doen, ook de energiebanen. Dat geeft ook een heel energiek gevoel. En dan kun je nog een beetje plukken aan al je haren om daar wat stimulatie te geven. Dat was de zelfmassage van het gezicht. Het duurt echt maar een paar minuten op een dag. En het is belangrijk ook dat je het met liefde en aandacht doet. Als je gezicht liefdevol en aandachtig wordt aangeraakt, al doe je alleen maar zo, dan voel je misschien al het effect. Ik doe dat ook wel eens als ik niet kan slapen. Dan geeft dat al zo'n rust als ik dat gezicht heel liefdevol en zachtjes aanraak. En vanuit de traumahelingopleiding die ik doe, weet ik ook dat alles wat met aanraking van het gezicht te maken heeft, ook zoveel ontspanning kan geven in het zenuwstelsel van het hele lichaam. En mocht je een gezichtsmassage willen ervaren bij mij thuis in Eindhoven, ben je van harte welkom. Dat is weer een hele andere ervaring dan deze zelfmassage. Dat geeft een zo diepe ontspanning dat mensen altijd zeggen van, ik wist niet dat een zo diepe ontspanning mogelijk was. Nu realiseer ik me eigenlijk pas dat ik bijna nooit ontspannen ben, zeggen mensen dan. En je voelt dan ook heel erg jezelf, helemaal wie je in wezen bent. Ik wens jou heel veel goeds bij het toepassen van deze massage als je dat wilt proberen. En ik ben benieuwd naar je ervaringen.